Ja, kijk maar mijn naam, Corona Koe. Al netjes. Echt waar? Dag! Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Het is vandaag alweer donderdag 4 maart en we leven om 12:32. Ik ga zo eerst de hondjes even uitlaten. Daarna, dan als ik terugkom, pak ik de booster. En dan moet ik eerst zien dat ik handje contantje geld heb. Want waar ik heen ga, daar willen ze niet hebben dat er gepind wordt. Nee. Dus even handje contantje halen. En ja, kijk nog maar naar mijn Corona Koe. Het ziet er niet uit. Ik heb er ook niks in. Geen heilig niks. Maar ik ga naar de kapper. Ja, dus jullie zien dit nou weer voor het laatst. En ik ga lekker naar de kapper. Ja. Daarom moet ik dus eventjes geld halen. Het ziet er gewoon niet uit. Nee. Ik kan er ook niks aan doen. Dus ja, die dames die blijven dan alleen. Ik kan er ook niks aan doen. Wat is het? Ja, maak maar schoon, dame. Rijka. Nou, ze maakt het dus niet schoon. Kan ik het weer doen? Ja, het is loops. Dus ja, dat weten jullie wel. Nou, moeven. Moeven. Kan ik het schoonmaken? Dan doe ik het even met klozetpapier. Morgen moet er toch gedweild worden. Ik ben benieuwd hoe lang jij dat blijft. Ja. Hoe lang blijf jij loops? Mag ik er even bij gaan? Die kant op. Ja. Zo. Ba, ba, ba. Ik ga er nog een ander nat doekje erbij halen. Want dit gaat. Ik haal de druppels weg, maar. Oké, nou ja. Ik doe het zo wel even. En ja. Genieten van alles met wat jullie doen. Het is hier weer grauw, grijs, triest, bewolkt, maar niet mistig. Nee. Ze hebben het ook over regen gehad, dus ja, we zullen het beleven. Ik weet het niet. Nee. Geen weer, of hoe staat het toch weer? Hoe gaat het? Slecht weer, nou ja, goed weer of geen weer, weet ik veel. Ik weet niet waar dat die spreuk staat. Mijn moeder had het ook ooit gemaakt. Die spreuk. Nee, daar staat hij. Oh, hier. Staat hij dan in de keuken? Kan ook natuurlijk, hè? Dat hij in de keuken staat. Ik ga even kijken. We gaan nou eens even fietsen stelen. Nee, in de keuken ook niet. Nou, moe! Nou, ik denk dat ik hem op heb geruimd. Dat ik hem nog tegen moet komen. Achter de kraaltjes helemaal gemaakt. Ja. Ja, net zoals die herder die daar hangt. Ook helemaal met kraaltjes, ja. Maar oké, ik moet nog wel opschieten, dus ja. Goed weer, geen weer, weet ik veel, altijd welkom, zoiets, ik weet niet meer. Maar oké, ik zou zeggen, geniet en ja, ik vergeet jullie in ieder geval niet. Kijk naar mijn vlogs, altijd leuk en gezellig. Oké, ik markeer wel van alles en nog wat en dat zeg ik ook wel eens, maar dat mag gezegd worden, ja toch? Ja, iedereen klaagt wel eens, mag ik dan ook klagen? Ja. Maar oké. Ik zou zeggen, geniet gewoon en doe je ding. Ja toch? Ik neem jullie mee naar Linda de Kapper en dat komt allemaal goed. Doei! Nou lieve vrienden, ik ben bij de kapper aangekomen, maar het is giga druk. Ik ga nou echt niet vloggen of wat dan ook. Het is te druk. Ja, en je moet onder andere ook rekening houden, dacht ik zo. Dus ja, zo zien jullie het van achter ook. Ja, lekker eraf, lekker helemaal goed kort. Ja, dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en
Het resultaat zien jullie pas later. Ze zeggen tot dan. Doei. Nou, lieve vrienden, paars zit er weer in. Linda heeft bewust wat meer erin gedaan. Dus ja, we wachten gewoon keurig af. Ja toch? Je weet me nooit. Nee, je weet me nooit. Maar ja, ik ben er toch wel weer blij mee dat ik nou alweer hier zit. En dat er eindelijk straks er weer afgeknipt worden. Ja, ben het meer dan zat. Maar oké, ik hou jullie op de hoogte. En ja, er zitten nog best wel wat mensen hier. Dus ja, we wachten gewoon even af. Hè. Ze zeggen, tot straks maar weer. Doei doei. En daar is onze Linda, Linda, Linda. Nou, mijn haar is weer gewassen, dus ja, het is nou nog drijfnat, moet nog geknipt worden en alles, maar het komt allemaal in orde, of niet dan? Ja, het komt allemaal in orde. Jij wil niet op YouTube, hè? Ja, dit komt op YouTube. Dus, maar het komt allemaal in orde, lieve vrienden. Ik zou zeggen, we spreken elkaar zo meteen wel weer. Ja, toch? Tot dan. Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer eventjes retour. En ik ben helemaal klaar. Enkel, ja, ik kan natuurlijk niet. Ja, ik moet even zien hoe ik dat moet hebben. Ja, ik kan de achterkant niet doen. Dan moet ik aan Linda vragen. Maar Linda, die is bezig. Lin, wil jij even van achteren vloggen? Ja, vooruit dan, zegt ze. Dus ja, dan doe ik jullie even uit. Want het moet even omgedraaid worden. Want de klanten mogen er niet op. Ben ik aan het vloggen? Oh, kijk eens, ik op ben aan het vloggen. Punt, ja. Ik ben helemaal live. Ja, zeker. Kijk eens, ik word nog eens vlogster, hoor. Nou, je kapsel staat er weer goed op. Mooi. Nou, netjes. Elsa, zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis, nog maar net. Ik heb de hoesten ook weer binnen gehad, want dat hoesje van mijn mobiel, dat zat nog niet goed. Het wiebelde alle kanten op, behalve de goede. Ik denk, dat moet nog even mee aan de gang. Dus dat heb ik ook nou weer veranderd. Ook heb ik bij mijn hand meer ruimte, want hij zat een beetje veranderd. Hij zat op de andere kant eigenlijk scheef. Hij moest van de bovenkant moest hij scheef staan, naar mijn spiegel toe. Net zoals de vorige, stond ook scheef naar mijn spiegel toe. En ik had hem naar mijn hand scheef staan, dus ja, dat werkt niet. En hij wiebelde alle kanten op, ik heb hem gelijk nog stevig vastgemaakt. Dus ja, dat is allemaal goed gekomen. Ik heb ook boodschappen gedaan, dat staat op het aanrecht. Omdat ik daar geen hondjes bij moet hebben. Maar ook heb ik wel wat lekkers meegenomen, omdat zo keurig hebben gedaan, lekker stil, ze hebben niet gepiept, niks gedaan, dus ik denk dat hebben ze verdiend. Ja, ook heb ik zelf nog wat van mezelf meegenomen en dat eet ik sporadisch en dat is een gebakje. Nou, en dat komt ook omdat ik een rotte maand achter de rug heb, gisteren nog 3 maart dat ik hem 4 jaar geleden weg kon brengen, dus ik mag wel even een gebakje hebben. Toch vind ik van wel. Nou ja, en het hoort ook bij mijn haar. Toch mooi, ik ben er zo blij mee weer. Ziet er toch netjes uit, dacht ik. Of niet dan. Ja, jullie mogen het zeggen hoor. Maar in ieder geval, ik ga de boodschap opruimen. En dan mijn hondjes even wat lekkers geven. En mijn poes een beetje wat lekkers geven. En mezelf. Koffie heb ik al, want daar heb ik even op gewacht om te gaan filmen, want die waterkok geeft ook wat van herrie. Ik heb hier al 2 dingen klaar liggen, dat moet ik naar Bruna brengen, ook moet ik nog wat klaarmaken, dat ook dan naar Bruna moet. Maar ik heb nou even geen fut meer, nee. Ik ga niet meer weg, ja, honden uitlaten, dat is het enigste. En ik moet nog bellen. Ik heb een telefoonnummer, een foto van gemaakt. Die moet ik even bellen, want daar zag ik een tweedehands rollator staan en ik wil weten wat dat ding kost. Ja toch? Dus dat ga ik zo ook als eerste doen, want dat vind ik heel belangrijk.
En ja, ze zijn gesloten. Je moet bellen, afspraak maken. Dus ja, dat komt wel goed. Dus komt helemaal in orde. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En het is nog vroeg. Ze zeggen tot straks. Doei!